Eigenlijk van de zomer, en waarschijnlijk van de zomer, dat ik eigenlijk een paar jaar geleden een keer geprobeerde. En meer bepaald bij laag waterstand op de Semar. In de zomer krijg je wat meer te maken met laag waterstand. En dan is het soms kwestie van de vis toch te kunnen benaderen. Je spreekt over water van een 40, 50 centimeter. En van op afstand eigenlijk vliegen voor de vissen kunnen presenteren. Als je bij zo'n laag water droog dicht bij de vissen komt, zijn ze dikwijls, ja, zijn ze schuin en zijn ze weg. Dus eigenlijk, die techniek en dat vliegje was voor mij een antwoord op. Dat is ondiep water, midden zomer, vissen zijn schuw. En dan heb ik eigenlijk met dat vliegje een keer natte vlieg geweest, de kanten van de Semar een beetje uitgevist. En het moet gezegd zijn, dat was redelijk succesvol. Van de zomer in Noorwegen, op momenten, en dat is een natte vlieg, wordt dus gevist eigenlijk ook in riffels, laat ons zeggen, snellere stroming, kan het ook zeer goed ingezet worden, daar waar dat ruige vlieg misschien niet meer zo succesvol is of gemakkelijk te gebruiken. Dus die riffels zijn ook plaatsen waar je naar uitkijkt. Ondieptes en riffels. Ja. Ze noemt Russian Killer. Klinkt Brit. Is niet, absoluut niet door mij bedacht. Maar ik heb die opgeduikeld uit een Vlaamse vliegvisser van een jaar of 10 geleden. Zomer 2007 is die vlieg beschreven door Ronald Leijsen en Patrick Daniels. Ja, het was eigenlijk mijn zoektocht naar een antwoord. Wat moet je doen met je ondiep water? En ik toch een keer proberen mee naar te vliegen. En het moet zijn, ja, ik ben er heel, heel tevreden van. Het is ook geen moeilijke vlieg om te binnen, wat dat zien. Het enige dat je eigenlijk echt nodig hebt, is een perlke. Maar misschien is er daar ook een oplossing voor. Een perlke met een diameter van ongeveer 2,5 tot 3,7 mm. Een plastic perlke en het liefst in oranje. Om een of andere reden heb ik de indruk dat oranje hier het kleur de killer is. Ik weet het niet, maar... Dus ik begin ook met je oranje mogelijk bentrood. Dat is echt van dat stek oranje. Ja. En oké, dat is een bentrood. Hij begint met overwegen. De haak is een B175. Grutte. 14 of 12. Ik ga even de 12 nemen, omdat het misschien iets makkelijker is voor iets groter te tunen. Kus, ja. Dat paardje er al eerst over? Ja, je vroeg opgemerkt. Vergeet niet eerst een perlke op de nap te steken. Zeer goed idee. Ik had er al opgestoken, omdat ik weet dat ik het soms in alle vlijt, want ik je vergeet, dus eerst een perlke opbrengen. Tot aan het haak ook schuiven. Er zijn pareltjes, neem er een rustentje uit. En nu een bindtraad opzetten in het midden van het haak, van de haak. Zijn de pareltjes van Hens of is ergens? Nee, het staat erop van, ik heb ze bij die Tsjechen gekocht op de beurzen. Klima. Ze zijn niet gemakkelijk te vinden. Ik heb ze liever nog een tikkeltje gutter, die aan een diameter van 2,5. Oké. Ik heb dan een draad min of meer op de haak opgezet is, dan ga je tot begin van de haakbocht. En begin, dat is dus je, laat ons zeggen, door wat dat dan ook, je echt een beetje begint te buigen. En daar doe je een paar windingen op elkaar. Een butje. Een butje, zeg maar. En nu ga ik hem eventjes met een draad fixeren. We willen met een plat knupje eventjes vast te leggen. Het idee is dat je net een pereltje over een draad gaat schuiven tot aan het butje, dat hij daar vast zit eigenlijk. Ik ga nog een keer doen. Dat is een beetje gefriemel. Maar enfin, hij moet hier niet bien vast te zitten. We gaan dat zo wel verbeteren.
Zo, tot aan het butje. Dat er hier een beetje draad op komt, maar dat is niet zwaar. Toch als je niet wat verdwijnen, dan wordt de fazant uit. En dan, eigenlijk zou dat moeten volstaan, maar ik vertrouw dat niet 100%. Je kunt dat met een dingetje secondenlijm doen, met een druppeltje secondenlijm. Of gewoon, ik doe dat tegenwoordig met een klein beetje van die resin, bond of het een of het ander, en zet het zaakje maar even vast, een klein, weer opletten, want zijn ze geen fijne druppeltjes. Zo. En volgens mij, als je geen pareltje hebt, zou je eigenlijk met gewoon een druppeltje burgbond, dat je op een oranje draad zet, het eigenlijk ook kunnen doen. Klein beetje. Zo. Voilà. Meer dan dat moet er niet zijn. Stukje koperdraad inbinden op het einde. Oeps. Ja. Maar voordat je dat doet, ga je terug een draad een beetje moeten opzetten. En dan ga je de rest van een haak eigenlijk wat opvullen met draad. Zodanig dat je toch een beetje, niet te veel, maar enig volume krijgt. Waardoor er straks fazant gaat opzetten. Het wordt geen dikke vlieg, maar dat mag bij wijze van spreken wel een klein beetje lichaam zijn. Voilà, tot het einde. Een stukje koper erin. Onze ribbing. Voorzichtig. Zo. Een keer dat de koper erin zit, een beetje naar achter strijken. En dan ga je eigenlijk een paar fazantenfibers nemen. En ook achteraan inbinden. Op gemak fixeren. En naar voren kom, een klein beetje volume maken. Zo. En van vuren. Van vuren ga ik hem eventjes vastzetten. Zo. En als het wat gefriemel, ik gebruik er een kleine hekkelplaaier vuren. Met die fazant gaan we een klein beetje torsen. Omdat hij anders wel eens durft uiteen gaan. En dan krijg je zo'n een raar lijfje. Ja, moet je er altijd bij onthouden in welke richting dat ik draai. Want anders zit ik op het einde met dikwijls af te vragen welke richting ik uitdraait. Want straks ga je ribben natuurlijk in de tegenovergestelde richting. Ik rib in dit geval met de klok mee. Het ook, pijs dat hij wel gezien hebt dat hij op een dag dat de droge vlieg, dat dat godverdomme indrukwekkend was, zodat hij erop reageerde. Hè. Hey Willy. Ja. En nog iets dat je van die natte vliegen misschien moet weten, dat is dan ze natuurlijk uitstekend geschikt zijn, want je vist ze niet op het zicht, om in het donker te vissen. Op het gevoel, want je vist op het gevoel. En dat is op momenten waar dat ons vuur herinnert en nog doek. Aan de blacksmith, ja. Dat het niet meer zag. Ja, kan er zoiets wel een verschil maken. Ja, tot van voor. Voorzichtig de fazant vastzetten. Voilà, dat zal genoeg zijn. Niks spectaculair op zich.
dat is mijn dingetje. Eventjes fixeren. En dan gaan we onze ribbing over de fazant brengen. Even uit de weg gaan. Tegen. Ja. Tegen de klok in. Ja, dat is eigenlijk een veredelde fazantteel. Maar dat perlje en dat oranje is hier wel, ja, duidelijk, hè? Op een of andere manier. Ik heb er al uren vis mee gevangen op de Sema, op de Vesteren en op de Gloma. En, mag er ook bij zeggen, forel, vlagzalm en kopvoer. Allemaal door elkaar en allemaal in massa's. Dus dat is wel eigenlijk. Dat is wel een bijzonder interessant vliegje wat dat, dat betreft. Zo, oké. Ja, maar ja, eigenlijk dat is wel toch. Ik ben nu niet de man van de vlieg ingewikkelde vliegen. Maar dat is toch wel iemand dat ik altijd bij heb. Een klein hakkelke. Dat is niet speciaal. Ik had gezegd een hen. Omdat dat iets soepeler is. Maar als je wat Indian cook hebt, link de kik hier. Geen probleem. Dat gaat even goed. Indian cook. Dit is een beetje crème kleurig. Maar bruin is even goed. Voilà. En een beetje opkuisen. Heb niet zoveel nodig. Het zal ongeveer dat zijn. Hey, het is de bedoeling dat de fibertjes ongeveer van aan het kopje tot net over de haakbocht komen. Dat is ongeveer de lengte. Met de bolle kant naar onder als je kunt inbinden, dat heeft voordeel. En als je niet kunt, Dirk. De fiber kust ons direct ook naar achteren wezen als dat maar hekkelen. En ik heb er zo'n dingetje voor nodig, want mijn vingers zijn te dik om dat handig te pakken. Ja, een dreadalwinding, maar en aan het kijken, dat is belangrijk dat ze in de goede richting staan. Voilà, dat is goed. Ja, maar dat is niks. Hier wat moet dat tekenen. Niet goed bezig. Goed bezig. Redelijk spaarzaam. Ze moeten eigenlijk vrij gevoelig zijn en beweeglijk. We gaan nu eventjes doorgaan met een draad. Snake, ja.
Overtollig stukje eraf. En de truc met de duif. Een klein beetje kopje maken. Waardoor dat de fibertjes een beetje naar achter gedrukt worden. Voilà. Zo. Ja, we zijn er ongeveer. En dan gaan we hem. Nee, want bij die natte vliegen is het eigenlijk de bedoeling dat ze juist onder de waterfilm dwarrelen. Hier heeft een klein beetje verzwaringen met die koper erin te verwerken. Ja, en uw naak zelf uiteraard. Maar eigenlijk zijn dat vliegen die niet zo diep in gevest worden. Je kunt er nog wat mee spelen door een liederlengte wat te gaan veranderen en er nog eventueel, ik ging er nog iets over zeggen, een combo van drie naar de vriend te gebruiken. Nee, dat is afgebroken. Niet zo'n dan. Dat gebeurt. Een beetje fatsoeneren. En dan als laatste gaan we dan nog een druppeltje lak opleggen of nog een druppeltje. Wel, ik moet zeggen dat dat kopje hard wordt en ik heb dat wel geen. Blinkt een beetje, dat is redelijk. Dat klinkt fout. Dat klinkt fout. Dat kan eventueel. Dat je dat wel zegt, oké, maar dat je dan zegt, dat je er niet. Ja. Dat is een beetje. Ja, de Russen killer. Het is al genoeg ingezet.